Een grote saamhorigheid gisteren op het Malieveld in Den Haag. Heel Nederland heeft geweten dat de boeren protesteerden. Ons journaal zal er daarom ook anders uitzien dan u van ons gewend bent en zal volledig in het teken staan van het boerenprotest. Ruim 10.000 boeren hadden vooraf aangegeven naar Den Haag af te reizen. En dat deden ze uiteindelijk ook met zo'n 2200 trekkers. De dag begon dan ook met een recordfile in de ochtendspits. Ik ben wel klaar met die overheid. Het is regel op regel voor de landbouw. Ik jou het op, ik eerst een maat vol. Dat we gewoon vlotjes door kunnen rijden, dat is in ieder geval wel de intentie. Ja. Ja. En verder rustig die kant op rijden. En nou met de stikstof willen ze ons weer pakken. De hele veehouderij. Kan toch niet? Van de gemeente Den Haag mochten 75 trekkers op het Malieveld plaatsnemen. Maar nadat trekkers door de hekken waren gegaan, werden uiteindelijk meer voertuigen gedoogd. Ja, we staan te wachten. Ja. Onze woordvoerders die zijn in gesprek met de politie. Want ze willen ons weer weg hebben hier. En wij zijn zo ver gekomen nou. En we zeggen we gaan erop of we blijven hier staan. Eén van de twee. Maar we gaan er niet met geweld op in ieder geval. Na flink onderhandelen met de politie kon de stoet door. Kom je hier naartoe om een statement te maken dat je gewoon dat je het zat bent. En dan kan je wel met de status je benen weg als de politie zegt van je mag er niet op. Maar zo werkt het niet. Nee, als we er niet op mogen, trek er hier stil, dwars op de weg, klaar. Dan daarna plat. Aangeschoven is Dick Bruins, voorzitter LTO Noord. Welkom. We zagen net de beelden van het aanrijden van de trekkers. Waren dat ook meteen voor u de spannendste momenten van de dag? Nou, op dat moment niet meer, want ik was 's morgens al vroeg vertrokken. Ik was om 7 uur was ik met de auto vertrokken richting Den Haag. Omdat ik niet wist hoe de dag er helemaal zou gaan lopen, dus met de auto ben ik wat mobieler. En dan was het echt enorm indrukwekkend wat je onderweg tegenkwam. En je hoorde de berichten op de radio al. Ik kreeg wel beelden onderweg, kreeg ik te zien van degene met wie ik meereed. En toen zag je al wel dat het eigenlijk wel heel erg goed ging. Oké, er is een hek omver gereden, maar het ging heel erg vreedzaam en in goede harmonie. Dus toen vond ik het al minder spannend worden. Ja, wat waren voor u wel de spannendste momenten? Want vooraf gaf u aan van laten we er alsjeblieft een gemoedelijke actie van maken. Ja, dat is altijd. Je weet niet hoe dat gaat lopen. Ik heb vaker demonstraties meegemaakt. Ik ben ook wel eens in Brussel geweest waar het echt helemaal uit de hand liep. Nou, dat wil je gewoon niet. Slecht voor je imago, de publieke opinie. Hadden we mee, dan is het jammer, laat me zeggen, als je dat op die manier verstoort. Maar het is altijd even afwachten. Hoe reageren mensen? Hoe treedt een overheid? Treedt dat op? En dat heb je niet van tevoren, heb je dat allemaal in de hand. Nee. Aanleiding van het boerenprotest was de uitspraak van Tjeerd de Groot van D66 om de veestapel te halveren. Dat gaf hij aan zo'n 2 weken geleden. Het was de druppel die de emmer deed overlopen. De Groot was gisteren zelf ook aanwezig op het Malieveld. Laten we daar even naar gaan kijken. Dit is het eerlijke verhaal en laat niet zand in je ogen strooien door mensen die je naar de mond praten. Van waardering kan de schoorsteen niet roken. Oké. U heeft iets geroepen, het heeft veel mensen boos gemaakt, maar u staat hier wel. Ja, natuurlijk, want dit is het eerlijke verhaal en ik kan ook de mensen recht in de ogen kijken. En iedereen zegt dat er niks aan de hand is, die strooit toch jullie zand in de ogen en dat vind ik niet eerlijk. Ja, de beelden spreken voor zich en hij kreeg aardig wat over zich heen. Ja, dat klopt. Nou, hij zei van ik kan de mensen recht in de ogen kijken. Nou, dat kon hij gisteren niet, want letterlijk en figuurlijk draaide iedereen hem de rug toe. En dat was ook direct wat ik Tjeerd in het begin verweten heb met zijn uitspraak die hij deed. Want hij zorgt voor een enorme polarisatie. Door het zo scherp neer te zetten, vervreemdt hij iedereen van zich. En dat was dus wat gisteren letterlijk gebeurde. Iedereen draaide hem de rug toe. Dus als Tjeerd zegt ik wil wat bereiken, dan had hij zich niet zo moeten opstellen. En dat is ook wat boeren zo boos maakt van. Ga fatsoenlijk met ons om, ga fatsoenlijk het gesprek aan. We willen heus wel het gesprek aangaan. En dat hoorde ik gisteren ook meerdere malen terug, hè, dat mensen dat zeiden. Landbouw wil best wel stappen veranderen. Dat hebben we ook altijd laten zien dat we dat kunnen. Maar niet op deze manier en niet als er zo met ons omgegaan wordt. Nee. Wat vind je van de actie van de boeren om juist de rug toe te keren? We zagen het ook bij Jesse Klaver gebeuren. Daar werden ook vooral de middelvingers opgestoken. Ja. Wat vind je ervan dat de mensen dat doen? Ja, ik snap het. Het is echt even...
echte boosheid kwam daar terug. En op zich vind ik dat mensen het redelijk netjes gehouden hebben. Ze zijn niet gaan schelden of wat dan ook. Ze hebben echt alleen even een statement gemaakt op het moment dat Jesse Klaver en dat Tjeerd de Groot op het podium waren. Door vooral de rug toe te keren en zeggen. En dat is eigenlijk het statement wat hun zelf ook zo voelen. Van wij voelen dat de politiek ons terug toe keert. Nou doen we het even terug. Ja. Het tegenovergestelde zie je eigenlijk gebeuren bij voormalig staatssecretaris Henk Bleker. Die ook aanwezig was en ook het podium kreeg. Laten we ook even kijken naar die beelden. Dat is echt geweldig hoeveel jonge mensen, twintigers, dertigers, hier actief zijn. En dat is wel een heel goed teken. Want dat betekent toch dat ze de toekomst zien. Alleen ze willen heldere, duidelijke randvoorwaarden van de overheid en niet te veel bemoeizucht. Dus die veestapel moet niet halveren, maar de bemoeizucht moet halveren. Ja, is het verrassend dat hij de boeren wel achter zich had? Of komt dat toch juist door de scherpe uitspraken die hij deed? Nee, hij doet hele scherpe uitspraken. Hij is natuurlijk ook staatssecretaris geweest van landbouw. Dus hij weet heel goed wat er leeft en speelt in de sector. En is zelf nog werkzaam in de sector. Daar die bestuursrol heeft bij VL Logistiek. En ook daar komt hij natuurlijk dagelijks tegen. De regeldruk die er is. En soms ook de overmatige regeldruk die er is. Dus die ervaart hij ook. Dus dan is het heel begrijpelijk dat hij heel goed de taal van de boer spreekt op dit moment. Ja. Zelf was ik ook de hele dag op het Malieveld aanwezig. Wat mij vooral opviel was de gemoedelijke sfeer en de saamhorigheid op het veld. LTO Nederland voorzitter Mark Kolon was ook blij met de positieve sfeer op het veld. Dit is fantastisch om te zien. Ik heb de jaren 90 ook meegemaakt, de trekreacties. Toen had je dat ook. Kijk, boeren staan nu schouder aan schouder om de sector te verdedigen. En ook te laten blijken dat wij verantwoorde ondernemers zijn. En dat we wel degelijk rekening houden met het milieu. En dat we niet willen worden afgeschilderd als milieucrimineel. Gewoon dat boeren deugen. Daar ben ik trots op. Ja, fantastisch, zegt Kolon. Er was dus een positieve sfeer. Waarom is LTO op voorhand dan toch terughoudend geweest? Want jullie lieten pas vrij laat weten de actie te steunen. Nou, we lieten niet vrij laat weten de actie te steunen. Ik heb dat vaker gezegd. In het begin was het niet duidelijk wie de organisator was. En was het echt een oproep van Facebook. En die zie je bijna alle dagen. Hè? Dat geeft wel aan hoe mensen het ook zat zijn. Maar dat zie je alle dagen bijna verschijnen. En nou in één keer explodeerde het. En we hebben toen direct gezegd van we spreken sympathie uit voor iedereen en alles die hart heeft voor de land- en tuinbouw. En dat steunen wij. En dat hebben we dus ook vanaf het begin gedaan. We zijn niet betrokken geweest bij de organisatie. Dat is een keuze geweest. En dat heeft er ook alles mee te maken dat deze groep gewoon zich zelfstandig opgericht heeft. Dit opgepakt heeft. Ja, en waarom moet je dat soort dingen altijd overnemen? Het is prima om dit te doen. Ik denk dat dit uitgesproken heeft van saamhorigheid. En we hebben dus ook uitgesproken. Wij steunen dit. En wij willen helpen met het statement maken en onze boeren daartoe oproepen om dat te doen. Ja. Zal de actie effect hebben? Volgens mij heeft de actie al effect gehad. Dat was misschien ook wel waarom als het gisteren in zo'n goede sfeer verliep. Je zou bijna zeggen, de boeren werden als helden werden ze ontvangen. Als je kijkt langs de snelweg, duimpjes inderdaad omhoog. Mensen maakten allemaal foto's, vonden het echt een hele mooie sfeer. Nou, dat alleen al is gewoon heel erg positief. En wat toch wel de media volgens mij heel erg verrast heeft, is dat ondanks dat de files stonden en dat er wat overlast is geweest, dat de publieke opinie heel erg positief was. Ik heb zelf bij BNR Nieuwsradio gezeten. Ook daar kwamen alleen maar positieve reacties binnen over van dat ze steun gaven aan de boeren. Nou, dat is volgens mij goed. En dat kan ons ook helpen aan de onderhandelingstafels, waar soms de negatieve teneur neergezet werd als dat landbouw wat minder gewenst is. Nou, gisteren heeft Nederland laten zien dat ze landbouw omarmen. Ja, dat, zijn ook de reacties van de aanwezige politici gisteren op het Malieveld. Zij geven ook aan zich daar hard voor te gaan maken in de Kamer. Mark van den Oever van de Farmers Defence Force, die zei na afloop van de protestactie dat ze Den Haag hoe dan ook een ultimatum gaan stellen. Klopt ja, 4 weken. En dan willen we eindelijk eens een keer duidelijkheid, dat we uitgezonderd worden van die hele stikstofproblematiek. En we willen gewoon een helder landbouwbeleid, wat aansluit bij die doelen die we net gezegd hebben. Ze zijn niet moeilijk, dus moet het doen zijn. En als die 4 weken passeren, wat dan? En er gebeurt niks? Dan gaan we de voedselvoorziening platleggen. De Formule 1 blokkeren en Schiphol platleggen. Het zijn nogal uitspraken van deze ultimatum. Wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Nou kijk,
Een aantal punten die genoemd worden, die willen we volgens mij allemaal als land- en tuinbouw. Dus dat zijn goede punten die genoemd worden. En iedereen wil ook snelheid in het proces en die wil duidelijkheid in het proces. Alleen een ultimatum noemen van 4 weken, ja, daarvan moet je afvragen of dat verstandig is. Ik wil ook heel graag snelheid in het proces hebben. Maar wat boeren en tuinders het liefst hebben, is duidelijkheid en een goed beleid. En een goed beleid heeft soms langere tijd nodig. En zeker, wij zijn ook voorstander als het gaat bijvoorbeeld over het huidige stikstofbeleid, om in Natura 2000 gebieden aanpassingen te doen. Nou, daar moet je wet en regelgeving voor aan gaan passen. En dat kun je gewoon niet. Die doorloopsnelheid heeft een langere tijd nodig als 4 weken. Dus dan kunnen mensen misschien een uitspraak doen binnen 4 weken van, hey, we gaan ermee aan de gang. Maar dat is onvoldoende. Dus ik vind dat het zou moeten gaan over goed beleid. En dan moet je kijken in welke tijdstermijn als daarbij past. De Formule 1 blokkeren, Schiphol platleggen. Wat vind je van die acties? Nou, daar zou ik uitermate terughoudend mee zijn. Wat we gisteren gezien hebben is natuurlijk dat je de publieke opinie enorm mee hebt. En als je dat gaat verstoren, ja, dan is wel de vraag van wat gaat er dan gebeuren. We hebben nou wel eens het gevoel dat een deel van de politiek tegen ons is. Dat een kleine groep van de samenleving tegen ons is. Maar het zou uitermate onverstandig zijn om een hele grote groep van de samenleving tegen ons in het harnas te jagen. Dus ik zou zeggen, als we acties gaan doen, en misschien zijn die wel nodig, zorgen er dan altijd voor dat de publieke opinie aan onze kant blijft. Dick Bruins van LTO Noord, dank u wel. Meer nieuws, dat kunt u vinden bij ons op de website nieuweoogst.nl. Maar houd ook vooral de krant van komende zaterdag in de gaten. Daarin leest u onder meer een uitgebreid achtergrondartikel met een vooruitzicht op de resultaten van deze actie. Dat dus in de Nieuwe Oogst van komende zaterdag. Lees ze dus. Dag.